Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wat leuk dat u er weer bent, dat u ons weer gevonden heeft. Ik wil eventjes een toast uitbrengen op het eenjarig huwelijk. En ik begreep vandaag dat het papieren huwelijk is. Heb ik dus nooit geweten. Maar op het eenjarig huwelijk van mijn zusje en zwager. Dus proost Danielle en Arne. En bedankt alvast voor de wok. Want we mogen dadelijk lekker op hun kosten gaan wokken, beste mensen. Want ze gaan het zelf vieren met de rest van de familie bij een restaurant. Wat wij, hoe moet ik dat zeggen? Wat wij niet echt kunnen waarderen, zeg ik dat goed, Paul? Ja. Ja, het is niet echt onze smaak waarschijnlijk, wat ze daar allemaal hebben. Dus dan gaan wij lekker eventjes hier naar de wok toe om het te vieren. Op hun kosten dus. Blijf heerlijk, Edelweiss. Mijn eerste portie. En al zijn eerste portie. En daar komt mijn palmpje. Dank je, Paul. Ja, lekker. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Maar dit was inderdaad verveeld, hè? Dat is ook zo. Maar je mist dus. Je mist de zoetjes. Een beetje de. De zoetzure saus erbij. Maar het is lekkerder. Het is vergeelde wat precies? Ja, vis. Ik kan niet echt meer tegen. Pangafilet. Ah, oké. En Paulus is nu voor de wok gegaan, zo te zien? Ja. Oké. Met kip, denk ik? Ja, met kip. Oké. Ik zit aan de kip met paprika en taukeetjes. En zoetzure saus zeker? Zoetzure saus. Ja, precies. En mijn tweede portie, gewoon van het klaargemaakte buffet. Dat is heel vaak het geval. Vaak wok ik de eerste keer en dan verder ga ik verder met het klaargemaakte buffet. Heb ik vast al verteld in de vlog van 7 juni ook. En misschien ook wel die van in de vlog van ergens in januari of februari toen mijn moeder hier waren. Dus, het blijft nog steeds hetzelfde. Het eerste rondje wokken en verder van het klaargemaakte buffet. En soms wijk ik daar vanaf. Vis. Gewoon. Wat voor vis? Pangafilet. Pangafilet? Pangafilet, maar nu wel gewokt. Hoe? Maar wel gewokt. Oké. En omdat het de laatste portie wordt, heb ik er maar een beetje extra vlees op gegooid. Maar geen groente. Ik krijg het wel. Zo, mijn toch nog kleine derde portie. Ik vrees dat het hierbij gaat blijven. Misschien nog een klein toetje of zo. Maar jij hebt nog even drinken gehaald, hè? Ja. En jij gaat er nog een half uit ook op een toetje, inderdaad. Ik hou dat goed. Het moet nou voor kipstallig zijn. Paul zit te genieten van zijn schepijs. Een toefslagroom, zo te zien. Of is het slagroom met schepijs eigenlijk? Is het schepijs nee, het zijn 300 bolletjes schepijs en 2 kolen slagroom. Ja, je hebt chocola en aardbei, denk ik. En vanille. Zo, voor mij ook even een toetje gehaald. Even een lekker soft ijsje. Want ik hou gewoon echt niet van schepijs. Dus zodoende. Inmiddels weer terug in ons huis. Zometeen even meedoen met Lucky 13. Maar ik wou toch even een YouTube kanaal eventjes aanbevelen. En dat is het volgende kanaal. Het is Vloggen met Ellen. Die maakt ontzettend leuke vlogs. In principe iedere door de weekse dag sowieso. En ze sluit altijd af met wat hele mooie woorden. In ieder geval echt een kanaal om aan te bevelen. Dus om daar ook eventjes gratis abonnee te worden. Ten slotte maakt het niet uit van hoeveel kanalen dat je of u abonnee bent. Het kost helemaal niks ten slotte. En zij verdient het ook echt. Dus dat wou ik toch even gezegd hebben. Helaas, de eerste ronde van Lucky 13 is niks geworden. Dus wie weet zometeen in de tweede ronde. Ik ga het proberen. In ieder geval bedankt weer voor het kijken. Het delen. De duimpjes, het gratis abonneren en de leuke comments. Doei doei!